Deze zomer kun je in Toverland genieten van de nieuwe duikshow The Battle of Port Laguna. In de show barst een strijd los tussen goed en kwaad. Wie zal er winnen? De voorbereidingen zijn in volle gang. In deze aflevering van Backstage bij The Battle of Port Laguna meer over de techniek van de show. Nou, het belooft een spectaculaire show te worden met hoge duiken, special effects en alles muzikaal ondersteund. Uiteraard gecomponeerd door Imnascor. Nou, de inspiratie voor zo'n verhaal begint helemaal in de basis dat je kijkt het gebied waar zo'n show moet plaatsvinden. Nou, we hebben nu Port Laguna, een fantastisch gebied wat al eigenlijk de mediterrane sfeer en ook echt het ruige maritieme uitstraalt. En al snel kom je dan op het verhaal rond de zeerovers en de strandjutters. Die hier op het strand van Port Laguna kostbaarheden aan het zoeken zijn. En daarbij stuiten op het gigantische vlaggenschip dat daar aangespoeld is. Jaren terug. Het is ook een vervallen schip. En misschien is het ook wel een spookschip. De hele duikshow draait om deze magische parel. De magische parel van het boegbeeld hier van het vlaggenschip. Er zal een strijd plaatsvinden tussen goed en kwaad, tussen zeerovers en tussen strandjutters. Alles om deze magische parel. We hebben een programma aangeschaft waarin wij de hele wereld kunnen visualiseren. Daarin hebben we dus ook de boot 3D getekend. En dan kom je eigenlijk al te zien hoe groot dat de boot gaat worden en hoe we het constructietechnisch kunnen gaan bouwen. En het is ook veel makkelijker om te overleggen met de bedrijven die het uiteindelijk gaan bouwen. De grootste uitdaging is toch wel de tijdsdruk. Je bent met veel verschillende partijen bezig en in korte tijd wordt een redelijk grote productie uit de grond gestampt. Vanavond is een hele bijzondere avond. Vanavond hebben we namelijk de allereerste repetitie van de duikshow, waarin alle facetten samenkomen. Dus decor, geluid, licht en natuurlijk de duikers. En het is een bijzondere en spannende avond om te kijken of het script, uiteindelijk wat we bedacht hebben, nu in het echt werkelijkheid kan worden. Dit was Backstage bij The Battle of Port Laguna. Kom jij de show ook snel bekijken? Tot ziens in Toverland!